Om het gemiddelde van iets te berekenen, tel je alle getallen op en deel je daarna dat getal door het aantal. Bijvoorbeeld, een klas van 10 leerlingen behaalt gemiddeld 7 op 10 voor een toets wiskunde. Want Lens behaalde 9 op 10, Oscar 6, Nele 7, Imani 9, Alex 6, Bas 8, Ilja 7, Marwa 7, Sarah 6 en Dennis 6. Allemaal samen is dat 70. Gedeeld door het aantal leerlingen is dat 7 op 10 gemiddeld. Een aanvaardbaar klasgemiddelde. De hele klas kent de les min of meer, zou je denken. En in dit geval is dat ook zo. Maar het probleem is dat het gemiddelde heel gevoelig is voor uitschieters. Stel nu dat Lens, Oscar en Nele een 0 op 10 hebben en de rest van de klas 10 op 10. Dan is het gemiddelde nog altijd 7 op 10. Dat klinkt best aanvaardbaar, maar 3 leerlingen die er echt niets van kunnen, dat is niet oké. En daarom is het belangrijk om altijd kritisch te zijn als iemand je zegt of iets een goed of een slecht gemiddelde is. Als bijvoorbeeld in het nieuws komt, Vlaamse leerlingen kunnen gemiddeld slechter rekenen dan 10 jaar geleden, dan ben je daar niet veel mee als je niet weet of bijna alle leerlingen nu slechter rekenen of er een grote kloof is tussen leerlingen die nog even goed rekenen en een aantal leerlingen die heel slecht rekenen. Meten is weten en cijfers liegen niet. Maar wees dus kritisch, want in een rivier van gemiddeld 10 centimeter diep kan je ook verdrinken.